We zitten in de laatste dagen van het jaar en dit is zelfs de laatste video die ik dit jaar zal publiceren. En dus is het een mooi moment om terug te gaan kijken naar 2019. De eerste video van dit jaar was juist een vooruitblik op 2019. Ik had bepaalde verwachtingen, bepaalde berekeningen gemaakt, misschien ook wel een bepaalde hoop van wat ik zou bereiken dit jaar. En met deze video wil ik dus juist gaan terugkijken op die video. Kijken wat ik heb bereikt, hoe ik het heb bereikt en dan wel op de gebieden van werk. Inkomen, vermogen en dus ook passief inkomen wat ik verdien met dit YouTube-kanaal en mijn website. Dus eigenlijk een samenvatting van het hele afgelopen jaar wat betreft inkomen en vermogen in één video. Dus laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Ik heb deze video verdeeld in twee onderwerpen, dus ten eerste werk en inkomen, en daarna dus vermogen. En telkens als ik deze onderwerpen behandel, zal ik daar ook de doelen die ik van tevoren dus had vastgesteld of had bedacht, zeg maar voor dit jaar, behandelen. En tegelijkertijd het uiteindelijke effect van dit jaar uh, daarbij vertellen. Dus wat is het uiteindelijk geworden? En heb ik mijn doelen op die manier behaald? Ik maak deze video natuurlijk omdat ik weet dat jullie Interesse hebben in deze cijfers. Omdat je nieuwsgierig bent naar wat het nou is geworden. Dat komt natuurlijk omdat je dit kanaal waarschijnlijk volgt. Je ziet de ontwikkelingen die ik maak. En je bent dus gewoon benieuwd van hoe eindigt het jaar jou. Ja, dat is gewoon interessant om te zien. Dat vind ik ook altijd bij andere YouTubers. Wat zij verdienen. Hoe ze iets op hebben gebouwd. En dat soort dingen. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ik jullie hiermee kan motiveren. Om zelf iets te beginnen. Bijvoorbeeld als goede voornemen voor 2020. Dus ga zeker deze video kijken. Kijk welke stap ik maak. Kijk of je zelf ook iets kunt doen voor het komende jaar. Dat je misschien zelf al iets op kunt bouwen naast je huidige baan bijvoorbeeld. Maar het is ook gewoon leuk om na een tijdje weer terug te kijken naar dit soort video's. In deze video kijk ik bijvoorbeeld terug naar mijn voorspellingen die ik twaalf maanden geleden heb gemaakt. Hoe had ik het toen gezien en wat is er van uitgekomen? En vorig jaar heb ik ook een video net zoals deze gemaakt. Ja, als ik dan volgend jaar weer terug ga kijken naar deze video, heb ik ook eigenlijk een naslagwerk van de stappen die ik heb gemaakt. Welke verwachtingen ik had. Of ik een beetje in de buurt zat of totaal niet, bijvoorbeeld. Dus het is ook gewoon leuk. Hoe langer je eigenlijk in de tijd verder gaat. Hoe meer je dus terug kunt kijken. En gewoon kunt zien dat je ook ooit met niks begonnen bent. En wie weet wat ik over een paar jaar wel heb. Dus dat zijn eigenlijk een paar redenen waarom ik deze video maak. En laten we ook meteen maar beginnen met het eerste onderwerp. En dat is werk en inkomen. 2019 was het eerste jaar voor mij. waarin ik volledig in loondienst bent geweest. Van tevoren had ik altijd mijn eigen bedrijf en was ik ooit wel met een stage actief. Of bijvoorbeeld in 2018 twee maanden actief in loondienst. Maar ja, dus 2019 ben ik alle twaalf maanden in loondienst geweest. Natuurlijk heb ik nog mijn eigen bedrijf al langs, maar de basis zeg maar loondienst. De eerste zes maanden van het jaar werkte ik nog bij een andere bakker. Dan deed ik eigenlijk van alle taken op kantoor op de bestelbus, in de winkel, net waar het nodig was. Dat was best wel leuk. Alleen, ja, minder regelmaat natuurlijk. Ook in het weekend werken. Vanaf juli dit jaar heb ik dus een kantoorbaan. Nog steeds 38 uur. Alleen die keuze heb ik gemaakt dat je meer regelmaat hebt. Van maandag tot en met vrijdag. Je weet welke uren je maakt. En je bent elk weekend vrij. Dus ik kan veel meer dingen plannen en voorbereiden. En die tijd wilde ik bijvoorbeeld investeren in mijn YouTube-kanaal, in mijn website, in social media. Nou, het inkomen wat ik hieruit heb verdiend is Bruto 32.450 euro. En voor de mensen die me al langer volgen, die weten dat het minder is dan afgelopen jaar toen ik dus nog een eigen bedrijf had. Ja, dat was ook de keuze die ik maakte ik wilde in loon niet gaan. En ik wist dat ik daar minder door zou verdienen. Maar ik zou er wel meer vrije tijd door hebben. Tijd die ik had kunnen investeren. En dus ook geïnvesteerd heb in dit kanaal, zoals gezegd, in mijn website. En dus was het op de korte termijn dat ik minder zou verdienen. Maar in de hoop dat ik op de lange termijn natuurlijk meer zou verdienen. Meer met passief inkomen zou verdienen. Waardoor het eigenlijk een investering voor de lange termijn voor de toekomst dus is. En dus gaan we ook maar meteen even kijken naar mijn YouTube statistieken. Ik heb daar pas geleden nog een video over gemaakt die waar uitgebreider daarop ingaat. Ik zal hem hier even linken. Heeft er ook mee te maken dat op dit moment YouTube problemen heeft dat ik niet al mijn statistieken kan bekijken. Maar even een korte samenvatting ervan is dat ik het... Begin van dit jaar begon met 110 of 114 abonnees, en op dit moment toch rond de 6200 heb. Dus dat is meer dan 50 keer zoveel abonnees dit jaar, en dat is echt een enorme groei. Daarnaast heb ik dit jaar 111 video's geüpload mijn planning was om er 100 te uploaden dit jaar dat zou dus ongeveer twee per week zijn geweest met af en toe een extra video dit is denk ik ook wel een van de successen van het kanaal natuurlijk omdat je eigenlijk het hele jaar door op maandag en op woensdag een video hebt geüpload mensen weten wanneer je iets gaat uploaden en dan staat er ook letterlijk iets klaar voor ze om te kijken dus ze plannen daar zijn dag zijn week op in dus juist die ja, consistentie eigenlijk daarin zorgt er gewoon voor dat je een kanaal op kunt bouwen lijkt mij want je wil graag op vaste momenten dingen kijken natuurlijk zijn het ook Interessante onderwerpen die ik behandel waar mensen geïnteresseerd in zijn. Maar die combinatie ervan is het waarschijnlijk ook wel een groot aandeel erin dat ik dus gegroeid ben van 100 naar meer dan 6000 abonnees op YouTube inmiddels. En ook hier haal ik natuurlijk een inkomen uit. Zoals jullie misschien wel weten, sinds juni dit jaar ben ik YouTube partner. Dat houdt in dat ik dus advertenties kan tonen tijdens voor namen video noem het allemaal maar op en daar krijg je natuurlijk een vergoeding voor. Tot nu toe heb ik ongeveer 1700 euro hiermee verdiend. Dus dat is best wel leuk zou ik zeggen. Het grootste gedeelte zit hem eigenlijk in de laatste maanden, net zoals deze maand zal dat rond de 400 euro zijn die ik met YouTube verdien. Vorige maand was dat ook iets, maar daar had ik een hele goede video, dus iets hoger zelfs nog. Dus ja, rond de 400 euro haal ik op dit moment al via mijn YouTube kanaal eigenlijk aan inkomsten binnen. Nou is dat natuurlijk wel een soort van passief inkomen, omdat ik daar ja, weinig tijd mee kwijt ben. Als eenmaal de video online staat, kan ik er nog steeds mee verdienen. Maar ja, ik moet wel een video zoals deze maken. kost gewoon een paar uur, tussen de 5 en 10 uur denk ik, qua voorbereiding. Tot en met editen en noem het allemaal maar op. Dus het is niet helemaal passief. Ik had begin van het jaar nog enkele ideeën waar ik ja, volgens mij 5 passieve inkomens wilde hebben. Eentje daarvan was een SaaS, software as a service. Het idee daarvan was dat ik dus een website zou starten waar ondernemers zijn eigen konden aanmelden. Een maandelijkse vergoeding zou krijgen voor een bepaalde dienst die ik ze dan zou aanbieden. Um, daar ben ik nooit gestart. Het idee heb ik nog wel, maar ja, ik heb me gewoon volledig op YouTube gericht. Misschien is het nog iets wat ik in de toekomst wil doen, maar die vorm van passief inkomen heb ik dus niet gehaald dit jaar. Maar het is wel een bewuste keuze geweest. En ook had ik het plan om een e-book te schrijven. Ook dat is er dit jaar nog niet van gekomen. Ik weet niet precies waarom, maar uiteindelijk heb ik toch altijd minder tijd of meer ideeën dan dat ik tijd heb. Dus ja, dat is een beetje lastig. Maar het is zeker wel iets wat ik zeker voor 2020 wel probeer te doen. In ieder geval een e-book of een cursus of een combinatie daarvan. Het is echt wel iets wat op de planning staat. En ik hoop dan ook echt dat ik het in de komende maanden in ieder geval vast kan gaan beginnen daaraan. En zeker dat het in 2020 ook uitkomt. Ik ben trouwens ook erg benieuwd of er interesse naar is over een e-book of een cursus of allebei. Dus laat dat even weten hier in de pol hier bovenin. Dan weet ik meteen. Of er interesse is en of ik dus al tijd erin moet gaan steken natuurlijk. Maar het grootste gedeelte van mijn passieve inkomen haal ik inmiddels binnen via affiliate marketing. Dus iets wat ik van tevoren niet zo had gedacht. Maar uiteindelijk wel zo is gegroeid natuurlijk. Affiliate marketing houdt in dat wanneer ik een bepaald product of bepaalde dienst aanprijs. En jullie melden je eigen aan. Kost het jullie niks extra's. Maar ik krijg er wel een vergoeding voor. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld DeGiro, Fladex, Bing Forward. Ik heb er allemaal pagina's van op mijn website staan. Dus als mensen daar wat informatie over lezen en bepalen om zijn eigenaar aan te melden. Zoals gezegd, krijg ik daar een vergoeding voor. Het zijn meestal bedrijven die ik zelf ook gebruik, dus waar ik de diensten van gebruik en dus daarom weet dat ze het goede producten aanbieden. Of het zijn bedrijven van ik niet per se gebruik maak op dit moment, maar misschien wel in het verleden heb gedaan. Maar in ieder geval waar ik van denk dat ik jullie kan helpen bij het behalen van jullie doelen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste dat ik wel geloof in de producten die ik aanprijs. Want anders zou ik ze natuurlijk niet aanbevelen. De gedachte vooraf, toen ik dit jaar begon, was dat ik ongeveer 2500 euro zou verdienen met dit soort dingen. Dus 1 maand salaris. Is alleen iets, iets anders uitgevallen dan ik had gedacht. Want inmiddels zit ik iets boven de 25.000 euro die ik heb verdiend. Dus. 10 keer zoveel als van tevoren had gedacht. Maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te zien. Ja, het is gewoon een leuke inkomstenbron. Maar het is eigenlijk een blijk van waardering vanuit jullie. De video's die ik maak, help ik jullie blijkbaar dus mee. En jullie willen mij op een bepaalde manier daarbij helpen. Jullie maken dus gebruik van die links. Dus eigenlijk is het een blijk van waardering vanuit jullie. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat ik in ieder geval content maak waar jullie blij mee zijn. En dat betekent dus dat ik samen met YouTube ongeveer 27.000 euro aan passief inkomen heb verdiend. Ja, niet helemaal passief omdat ik er toch nog wel tijd in steek, maar in ieder geval buiten mijn loondienst om. En zoals gezegd, het ligt het stuk hoger dan dat ik van tevoren had gedacht. Ik had natuurlijk wel verwacht dat ik iets zou gaan verdienen, maar niet in deze mate. Juist de stijging in het begin, toen ik YouTube-partner werd en ook ongeveer rond die tijd affiliate marketing heb toegepast, had ik in één keer stappen van de eerste maand 100 euro, naar de tweede maand 900 euro en de derde maand 4500 euro, geloof ik. Het is nog niet helemaal. Consistent zeg maar, er zijn nog steeds uitschieters en wat dalen, maar gemiddeld genomen heb ik de afgelopen vijf maanden iets boven de 5200 euro extra verdiend dus via een passief inkomen. En dus grappig het grappige is dat ik sinds dat ik een loondienst ben gegaan. Dat ik dus meer ben gaan verdienen uiteindelijk, totaal. Zoals gezegd, tot en met vorig jaar had ik een eigen bedrijf, een eigen winkel en lag het inkomen bruto gezien tussen de 40 en 45.000 euro bruto per jaar. En toen dus de keuze gemaakt om in loondienst te gaan, waar je zeg maar tussen de 30.000 en 35.000 euro bruto verdiende, maar wel dus meer vrije tijd had. Tijd die ik dus wil investeren in het kanaal. Nou, dat heeft dus geholpen. Want dit jaar kom ik dan ongeveer in totaal op 60.000 euro bruto inkomen uit. En dat is dus meer dan ooit tevoren. Ook toen ik dus nog een eigen winkel had. Een groot gedeelte daarvan is natuurlijk weer afhankelijk dat ik nu. Nog steeds veel verdien en weinig kosten maak. Dat is natuurlijk heel erg interessant, omdat je dan je heel erg hoge bruto marge hebt. Daar had heb ik al eerder een video over gemaakt, over 98% bruto marge die ik op dit moment heb. En dat draagt natuurlijk wel heel erg bij aan de inkomsten die ik nu heb. Vind je dit nou trouwens een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Dan weet ik in ieder geval dat jij het interessant vindt. Maar ook meer mensen op YouTube krijgen deze video te zien. Misschien raken meer mensen wel geïnspireerd. En dus is het niet alleen goed voor mijn kanaal, maar ook voor de kijkers. Dus geef zeker even een duimpje omhoog. Maar dan zit je nu wel in de situatie waarin je denkt: moet ik misschien niet gaan stoppen met werken? Vorig jaar riep ik van: als ik eenmaal de helft van mijn salaris verdien op een passieve manier, is het misschien wel interessant om te gaan stoppen met werken. Het is eigenlijk een punt waarvan je denkt: van ja, er zit potentie in en als ik er meer tijd in steek, kan ik misschien wel meer verdienen. Nou, eh, toen was dus de helft van mijn salaris. Inmiddels verdien ik dus drie keer zoveel als mijn salaris op deze manier. Dus dat punt heb ik wel bereikt. Maar het is wel gewoon heel erg lastig om dan in één keer te zeggen van... ...dan hou ik maar op met werken. Maar ik ben ook erg benieuwd wat jullie zouden doen in deze situatie waarin ik nu zit. Dus laat dat in ieder geval weten in de reacties hieronder. Als ik zou stoppen met werken, zou ik meer tijd kunnen investeren in mijn kanaal, in mijn website. Het e-book schrijven of die cursus waar ik het straks over had. Daar had ik natuurlijk de tijd voor. De vraag is, betaalt het zijn eigen terug? Want ik geef natuurlijk een inkomen op, zekerheid op en... Hetgene wat ik ga doen, ja, dat is dus onzekerder. Zou het zijn eigen op die manier terugbetalen? Of is het misschien slimmer om parttime te gaan werken wanneer dat mogelijk zou zijn? Dus zoals gezegd, ik ben erg benieuwd wat jullie zouden doen. En ik lees graag jullie reacties. En dan komen we aan bij het tweede onderwerp van deze video. En dat is vermogen. Want vermogen is altijd een leuk onderwerp. Zeker de afgelopen jaren had ik ooit dat mijn vermogen harder toenam dan dat ik aan inkomen had. Dat kan natuurlijk komen omdat bijvoorbeeld je beleggingen in één keer verdubbelen. Of je huis meer waard wordt. Waardoor je dus eigenlijk... In vermogen meer toeneemt dan dat je dus eigenlijk zou hebben verdiend en inkomen. Aan het begin van het jaar had ik het over 6% vermogenstijging in 2019. Ik begon dit jaar met een vermogen van 133.000 euro. Is trouwens wel iets lager dan ik vorig jaar in die video besprak. Maar dat kwam door een correctie op het eigen vermogen van mijn eenmanszaak. Toen ik die heb gesloten, heeft natuurlijk meer kosten met zich meegenomen. Of niet alles verkocht tegen de prijs waarvoor het waard was. Dus daar heb ik wat verliezen gemaakt, wist ik ook wel. Nu zijn de cijfers definitief binnen. En wist ik dus dat ik 133.000 euro aan het begin van het jaar als vermogen had. Met een 6% stijging daarop zou ik dan uiteindelijk dit jaar eindigen met 141.000 euro vermogen. De reden daarvan is dat ik begin van het jaar noemde. Uh, het huizenmarkt zat wel op zijn top had ik het gevoel het zou niet heel hard meer stijgen en ook met beleggingen we begonnen toen eind 2018 was het in december zagen we al dat we flink Flinke dip hadden in ieder geval, want dat weten we nu inmiddels dat het een dip is. Ik had gedacht dat er misschien wel een crisis of een recessie weer aan zat te komen. Dus ik ging ervan uit dat ik dit jaar in 2019 12% inleverde. Een verlies maakte dus op mijn beleggingen. En ondanks dat ik dus geld in zou leggen elke maand, zou ik dus lager uitkomen. Of in ieder geval niet zo heel veel rendement maken. En vandaar dus die 6% stijging naar 141.000 euro ook dit is iets anders uitgepakt dan ik van tevoren had gepland. Het is niet 141.000 euro geworden, maar bijna 184.000 euro waarmee ik dit jaar eindig. Dit komt natuurlijk ten eerste omdat de huizenprijzen nog steeds stijgen. Er is nog steeds enorm veel vraag, maar relatief weinig aanbod van huizen. Inmiddels heb ik mijn eigen huis dus ook bijgesteld naar een prijs van 240.000 euro. Ik zie al dat in de buurt hier appartementen volgens mij 270.000, 280.000 euro worden aangeboden. Maar ik ga liever iets ja, onder zitten, dat ik het zeker weet dat ik een goede prijs heb. Dat ik op die manier op dit moment als eigen vermogen reken. Ook wat betreft mijn vermogen zat ik er best wel erg lang, zeg maar. Ik ging dus uit dat het misschien wel een recessie zou komen. Wat we zien is dat we juist dit jaar 25% groei hebben gezien op de hele aandelenmarkt, op de AEX. Maar ook op de Amerikaanse markten bijvoorbeeld. Dus ik heb veel rendementen kunnen maken. Natuurlijk heb ik wat extra geld in kunnen leggen omdat ik meer inkomen had. Maar ook dus die rendementen hebben voor bijgedragen dat ik inmiddels van geloof 23.000 euro aan het begin van het jaar... naar 45.000 euro belegd vermogen op dit moment heb. Het enige wat wel goed is uitgekomen zijn mijn schulden. 4% daling had ik voorspeld en dat is ook zo uitgekomen. Uh, dat heeft te maken met de hypotheekschuld die ik heb... of de hypotheek die ik heb en mijn studieschuld. Dat zijn gewoon maandelijkse betalingen die ik heb gedaan. Dus dat komt volgens planning uit. Dus als we terug gaan kijken naar mijn vermogen... ik begon met 133.000 en ik eindig met 184.000 euro. Dus een vermogensstijging van meer dan 50.000 euro dit jaar. Zoals gezegd het komt al redelijk in je buurt bij je bruto inkomen wat ik dit jaar had. Maar ja, het is van heel veel dingen afhankelijk en niet alleen van je salaris, dat zie je wel. Een groot gedeelte komt dus uit beleggingen en uit uit mijn huis natuurlijk. Dus dat is best wel interessant om te zien en laten we hopen dat ik het volgend jaar in ieder geval kan verbeteren. En dat is ook iets dat ik in de volgende video ga behandelen. Dan ga ik juist een voorspelling weer maken voor 2020. Verwachtingen die ik heb voor dat jaar. En niet alleen mijn verwachtingen, ook plannen of doelen die ik wil bereiken in dit jaar... ga ik in de volgende video bespreken. Dus ben je benieuwd naar mijn voortgang en wil je meer van mijn video's zien? Klik dan hieronder op abonneren. Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren beleggen of passief inkomen. Dus als je eigen abonneert, op het belletje klikt... krijg je altijd een melding wanneer er weer een nieuwe video online staat. En kan je dus alles Bijhouden en veel bijleren, en misschien zelf ook wel stappen ondernemen om dit soort doelen te bereiken. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat ze dan even achter onder deze video. Maar tot zover, dus de laatste video van 2019. Ik wil iedereen bedanken, alle nieuwe abonnees natuurlijk op het kanaal van het afgelopen jaar. Bedankt voor het abonneren. Ja, jullie zorgen ervoor dat dit allemaal mogelijk is natuurlijk, dus laten we hopen dat we dit in 2020 kunnen voortzetten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling en tot volgend jaar.